Dit is hier een systeem met iets stroomplaatjes. Ja. Je kunt dat een beetje vergelijken met een schrikdraad die rond een weide staat. Als de koeien er tegen gaan, worden ze ook weer, gaan ze niet meer door. Uit wat bestaat dit systeemtje? Dat is eigenlijk een unit die met twee batterijtjes en zes zo'n stroomstootplaatjes. Die stroomstootplaatjes die worden gemonteerd in de wagen. En we moeten zien waar dat die beesten, eigenlijk, die steenmarters, zich kunnen bevinden. Voordat er een beetje open ruimtes zijn. Dat zal in iedere wagen anders zijn. Hier hebben wij een systeem die eigenlijk volledig onafhankelijk werkt van de koets ook. Dus het is een stroomplaatje met zowel een positieve kant als een negatieve kant. Veel koetswerkelementen zijn momenteel in kunststof. Dit systeem kan perfect werken, zelfs als het op kunststof gemonteerd is. Best om advies te vragen aan de garage, want per slot van rekening, het is later de garage die moet het onderhoud aan de motor doen. En die toch van moet weten hoe dat systeem werkt om zelf geen schok te krijgen. Deze motor is afgestoomd met hoge druk en warm water dus. Best is ieder plaatje vooraf wat op te schuren, zodat er een goed contact is. En ook de haatjes een beetje op te schuren waar het schroefje moet ingedraaid worden om contact te maken met de stroomdraden. Onze kabel. Belangrijk is dat die twee rode veiligheidsstripjes een beetje blijven zitten tot op het laatst. Zo worden de batterijen nog niet geactiveerd en kunt u in alle rust uw montage doen. We nemen de plaatjes en in principe kan er niet gemist worden hoe de draden moeten gemonteerd worden. Hier is een lipje aan, hier is een sleufje in. Dus zo wordt de draad erdoor gestoken. Belangrijk dat die bekabeling niet in de weg steekt van draaiende delen van de motor. En vooraleer we nu monteren, moeten we met twee kleine schroefjes contact maken aan de positieve en de negatieve kabel. Dus let erop bij de montage van de stroomstootplaatjes dat je de bevestigingsbandjes zo monteert zodat er goed contact kan zijn tussen de massaplaat en de stroomplaat. Als je de bandjes zo monteert heb je eigenlijk een isolerende effect en hebben die plaatjes weinig zin. Dus best de bevestigingsbandjes zo monteren. Nu kunnen we het systeem activeren door de stekker in te pluggen en door de twee batterijbeschermplaatjes te demonteren. Moeten we 30 seconden wachten en dan kunnen we meten en zien dat de stroomplaatjes correct werken. Heel belangrijk om de garagist erop te wijzen dat het systeem onder hoge spanning staat, is het aanbrengen van deze waarschuwingsklever high voltage. Die
hangen we op een goed zichtbare plaats. Een klevertje plaatsen waar je de datum kunt opzetten wanneer de batterijen in gebruik zijn genomen, zodat je ze ieder jaar kunt vervangen.